Abbiamo un scatoforte e una gen argento da portare. A portare. Da portare. Mag ik even komen kijken naar de oven? Hij is best diep, hè? Ja. Hoeveel pizza's kunnen daar tegelijk in? 7. Oh. Ja. Heet. Goed brood. Questo è pronto? Sì, è pronto. Allora lo chiudiamo. Spreek je dan gewoon eigenlijk vloeiend, ook jij, niet voor jou? Onderhand wel, hè? Ja? Ja. Ja. Ik zou wel moeten, want ja. Mijn schoonouders die... En wat ben je tevreden over alles hier? Ja, het gaat hartstikke goed. Het is een mooie diepe oven, hè? Mooi, hè? Ja. Prachtig. En hoe lang doet het op de vloer? Voordat een, ja, dat... Dus we gaan, waarschijnlijk gaan we binnen 3 minuten pizza klaar. Ja, is dat ongeveer de tijd die je ja. Dat is best wel snel, toch? Zo roteren omdat hij langs de vlam roteert. Die vlam die zie ik daar links, ja. Ja, die komt er goed beter. Questo sono pronti, giusto? De pizza. Ja, mooi hoor. Pronte? Sì, vado. Ben je nu vandaag in het station voor alleen dagje dicht? Ja, doen we een extra dag dicht. Kunnen we zorgen dat we het team hier zo bij elkaar houden. Ja. Kunnen we hier zo wat... En dan vanaf morgen dan gewoon alles naast elkaar? Ja, morgen naast elkaar draaien. Ja. Ja, ja, dat is wel spannend. Ja, dat is ook spannend. Ja, dan laat je dit weer los, gaan we daar weer... Ja, ik had net met Phil over, dan komt, je bent ook nog bezig met de website. Komen ja, twee websites? Twee websites, hè? Of gelinkt met de, ja. De hoofdwebsite of zo. Ja, want we zaten thuis, we gingen toch net even kijken naar het menu en ja, dan kom je toch bij de oude zaak natuurlijk nog even terecht. Ja, nog eventjes, ja. Maar dat, even dat komt allemaal goed. Afstel op elkaar en dan komt het goed. Ja. Ja. En zolang kan je natuurlijk gewoon langskomen, hè? Ja, nou ja, ik kom hier heel vaak langs, hè, dus dat is wel snor. Zei je nou net tegen me dat als je klant had die pizza aan mij wilde? Ja, dat doen we niet aan. Hè. Maar ik vind het wel mooi. Dat, wordt dat vaak gevraagd door, ik ben natuurlijk nog niet lang open, maar willen Nederlanders heel vaak pizza aan mij? Ja, dat blijkt nu net, ik heb het gezien, maar ik heb gezegd dat ze echt Italianen, we doen niet aan Hawaii. Dus, en begrijpen ze dat wel, begrijpen ze dat? Ja, de een zal het niet begrijpen, de ander wel. Ja. Maar het is gewoon zo. Het is gewoon zo. We waren met twee echte Sardijnse pizza, toch? Die hadden we toch meegekregen, waren Sardijnse? Ja. Maar vonden ze erg lekker. Ja? Ja, maar alleen vond het ook erg lekker. Dus, geen Hawaii meer. Geen ananas. Nee, gaat het voor de rest allemaal gewoon prima. Dus, ja, daar ja. Heb ik wel vertrouwen in. Het is gewoon eventjes omschakelen. Je bent in de Stationstraat natuurlijk gewend. En, ja. Nieuwe omgeving, nieuw, alles staat op andere plekken. Maar dat went. En, want in de Stationstraat stond jij ook veel in de keuken, toch? Nee, ik ook wel. Ook altijd de voorkant? Ja, ja, ja. Maar de keuken nooit? Ja, ook koude kant, maar warm kant niet. Maar nee. Wel koude kant, als bijvoorbeeld iemand in de koude kant er niet was, dan deed ik het. En dat ga je hier helemaal niet doen? Ja, nu wel het meest gefocust op gasten. Kan je ook pizza's maken? Ooit op een dag. Ja, ja, ja. Dat moet je nog leren. Ik zag hem er net bezig, het is wel een dingetje. Hoor. Ja, ja. Maar het is mooi geworden, joh. Hoi. Hallo. Jullie hier. Leuk dat jullie hier zijn. Gefeliciteerd.
Hebben jullie al gegeten of niet? Moet ja, heerlijk. Ja, was lekker. Ja. Beste pizza van Middelburg. En waarom zit jij met een zonnebril op? Ja, ik heb een zwaar raam of verhaal. Ja. Maar heel streng. Bijna zwaar. Hoi. Hey. Smaakt het allemaal? Ja hoor, ja? Heel ja? Want het is al op, hè? Ja, hè? Ja. Ha ha ha.